Donderdagavond werd voor het eerst een politiek café georganiseerd in Heumen. Tijdens de avond werd flink gediscussieerd over het vuurwerkbeleid van de gemeente. Gerard Lane vertelt over de uitkomst van de enquête die onder de bewoners is verspreid. Ja, D66 heeft de gedachte gehad dat dat toch waarschijnlijk wel in de burgerij de mening is dat we iets moeten gaan veranderen. En dat blijkt ook wel uit de enquête. Een ruime meerderheid wil dat er iets gaat gebeuren. Vooral meer controle, meer handhaving op de controle. En meer vuurwerkvrije zones. D66 gelooft in de kracht van mensen. Dus we willen ook vooral kijken hoe kunnen we daar als buurt samen uitkomen. Maar niet zonder ook een goede controle. Dus meer vuurwerkvrije zones, zonder meer handhaving. En toch de conclusie dat we vooral iets moeten gaan veranderen. We kunnen het niet zo laten. Uit de enquête kwam naar voren dat inwoners tegen een algeheel verbod zijn. Maar Harry Smeets van de VVD denkt daar anders over. Ik denk als je het verbiedt, is dat de meeste mensen houden zich verrassend goed aan de spelregels. En rondom vuurwerk is het altijd wat wazig. Want je ziet al weken voorafgaand aan oude en nieuwe jongeren door de wijk trekken met rotjes. Dat is verboden, maar niemand stoort zich daaraan. Als je het verbiedt, is het duidelijk. Ik denk dat handhaving gebaat is bij helderheid en duidelijkheid. Je verbiedt het, dus het mag niet, nooit niet. En handhaving, als er overlast is, dan moet er gehandhaafd worden. En je kunt niet in de wielhoek van de straat iemand neerzetten. Maar ik denk dat als je heel duidelijk bent en het verbiedt en een alternatief biedt, dat handhaven ook een stuk eenvoudiger is. Dat de politieke partijen in Heumen anders over het vuurwerkbeleid in de gemeente denken, werd in het politiek café wel duidelijk. Theo Müller van de PvdA vindt alweer andere aspecten in het beleid belangrijk. We hebben vanavond goed geluisterd en we gaan erover nadenken. Wat voor ons wel heel erg belangrijk is, dat is het thema veiligheid. Wij vinden dat mensen veilig over straat moeten kunnen lopen. Onlangs hebben we ook aangegeven dat bijvoorbeeld ouderen vanuit Maldenburg die naar het winkelcentrum lopen zich niet altijd veilig voelen als ze op straat lopen. Dus dat stukje veiligheid, dat vinden wij wel heel belangrijk.